ministerie om u te laten zien dat de opbrengst veel meer is dan spectaculaire ruimtereizen. Nu aflevering 1. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9. We have a go for main engine start. 6, 5, 4, 3. Deze Space Shuttle-lanceringen zijn voor ons tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Toen de Russen in 1957 hun eerste Sputnik in een baan op de aarde brachten, had niemand nog enig idee wat voor een grote ontwikkeling de wetenschap door zou maken dankzij de ruimtevaart. This is Mission Control, the Roman Discovery and the current launch flight. De resultaten van 35 jaar ruimtevaart zijn onder meer een net van communicatiesatellieten voor televisieverbindingen en telefoonverkeer en weer- en remote sensing satellieten voor het onderzoek van de aarde vanuit de ruimte. Verder beschikken we dankzij de ruimtevaart nu over allerlei materialen, producten en apparatuur, zoals de niersteenvergruizer. Allemaal resultaten van 35 jaar ruimtevaart. En daarover gaat deze serie. Het begon allemaal op 4 oktober 1957 met de lancering van de Russische Sputnik 1. Om een indruk te krijgen van deze ontwikkelingen, in deze eerste aflevering een stukje geschiedenis van de onbemande en bemande ruimtevaart. De baan om de aarde die de Sputnik 1 maakte had een laagste punt van 228 en een hoogste punt van 947 kilometer boven de aarde. Een bol van 83,6 kilogram draaide één keer in anderhalf uur om de aarde. De Russische ruimtevaartpionier Konstantin Tsiolkovsky was de grondlegger van dit werk. Zijn kennis is vastgelegd in boeken die nu nog een basis vormen voor de ruimtevaartgeschiedenis. In de Verenigde Staten ging het in die begintijd niet allemaal even soepel. Verify ready to fire. Telemeter tape on. Telemeter tape on. Online mark, it'll be 60 seconds. 4, 3, 2, 1. Mark. Ongetwijfeld zijn er ook in Rusland veel mislukkingen geweest voordat de eerste Sputnik in een baan om de aarde kon worden gebracht. Maar helaas hebben we daarvan geen beelden. Februari 1958, 4 maanden na de Russische lancering, werd voor het eerst een Amerikaanse kunstmaan met succes in een baan om de aarde gebracht. Het was de 8,3 kilogram wegende Explorer. Daarna gingen de ontwikkelingen snel in Amerika, wat leidde tot de maanlandingen
en de ontwikkeling van de sterkste raket ter wereld, de Saturnus. De ontwikkelingen in Rusland stonden intussen ook niet stil. Deze bollen waren op 12 september 1959 op de maan terechtgekomen. Daarna volgden zachte landingen met de Luna 9, waarbij een deel in een baan om de maan bleef draaien. Bij zachte landingen komt het ruimtetoestel op een zodanige wijze op het hemellichaam terecht dat de daarin aanwezige mensen of apparatuur geen schade oplopen. Op die manier brachten de Russen wagentjes op de maan en werden bodemmonsters opgehaald met onbemande ruimtevaartuigen. De Luna-god onderzocht bodemmonsters en seinde de gevonden gegevens naar de aarde. Rusland heeft in de begintijd van de ruimtevaart grote ervaring opgedaan met onbemand onderzoek van de maan en de planeten. Pioniers waren er in alle landen te vinden. In de Verenigde Staten was het Dr. Robert Goddard. Hij was het die er als eerste in slaagde om een raket te lanceren. Deze beelden zijn van een lancering in 1926. Nadat de raket op de lanceerplaats is opgesteld, wordt met behulp van een auto een lange lont uitgerold. Als de lont is aangestoken, duikt iedereen weg achter een veilige beschutting. Bij deze lancering bereikt een heel klein projectiel een hoogte van 13 meter. Goddard heeft later bij de marine een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Amerikaanse ruimtevaart. Hij heeft in zijn leven maar liefst 83 patenten op het gebied van rakettechnologie op zijn naam gebracht. De Russen gingen intussen met onbemande sondes naar de planeet Venus. Venus is door die sondes zeer intensief bezocht. Ook zijn er vluchten naar de planeet Mars uitgevoerd. Mars, rood door zijn ijzerhoudend gesteente, is altijd met een waas van geheimzinnigheid omgeven. Er werden raketten voor wetenschappelijk onderzoek gelanceerd en intussen werden enkele tientallen kunstmanen in een baan om de aarde gebracht. Rusland voerde ook een aantal experimenten uit in samenwerking met andere landen. Onder meer experimenten in het kader van de Intercosmos-samenwerking, waarbij een aantal communistische landen was aangesloten. In de moderne Intercosmos-samenwerking worden er zelfs cosmonauten uit andere landen in Russische Soyuz-capsules meegevoerd. Capsules die voor de bemande ruimtevaart door de Russen bij de eerste proefnemingen werden gebruikt, werden aan de lopende band geproduceerd. Evenals de grote raketten voor de allereerste vluchten. Voor de lancering werden de raketten per trein tot aan het lanceerplatform gebracht. Wordt de raket in de verticale startpositie geplaatst en kunnen de voorbereidingen voor de lancering beginnen. In Rusland kan een raket in enkele uren startklaar worden gemaakt. De ontwerper van deze Vostok-raketten is Sergei Korolev, ook een grondlegger van de moderne Russische ruimtevaart. En dan de eerste ruimtevaarder, Yuri Gagarin. Een man die opgroeide in de Sovjet-Unie, na een korte carrière straaljagerpiloot werd en werd uitgekozen om 's werelds eerste ruimtevaarder te worden.
Na de eerste voorbereidingen voor de vlucht wordt de cosmonaut met een autobus naar het lanceerplatform gereden. Bij zijn afscheid zei Yuri Gagarin: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Met die woorden ging hij aan boord. In een primitieve lift werd hij naar boven gehesen. We laten u met het authentieke geluid de lancering van 's werelds eerste cosmonaut meebeleven. In het vluchtleidingscentrum was Koroljev aanwezig, die met Gagarin praatte. Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. Заряд я кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение, занял. Поэтому несколько задержал с ответом прием. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка один. Есть протяжка. Продука. Ключ на дренаж. Кедр. Я в заряд один. Зажигание. Понял вас, дается зажигание. Желаем вам доброго полета. Я один. Мы все желаем вам доброго полета. Все нормально. Поехали. De aankondiging van de lancering via Radio Moskou zou geschiedenis maken. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Het was 12 april 1961. Er ging een schok door de wereld. Een mens draaide om de aarde. De baan die de Vostok 1 volgde had als laagste punt 181 en als hoogste punt 327 kilometer. Yuri Gagarin was de eerste ruimtevaarder geworden. Wie was Gagarin? Foto's werden gezocht. Er moest een levensbeschrijving komen. Kranten over de hele wereld brachten het nieuws met grote koppen. De mens was losgekomen van de aantrekkingskracht van de aarde. In anderhalf uur tijd had hij een baan om onze planeet gedraaid. Gagarin was de eerste mens die de aarde zag vanuit de ruimte. Terug op aarde werd Gagarin ontvangen als een held die letterlijk de aarde was ontstegen. Een held overigens met menselijke trekjes. De veter van zijn rechterschoen zit los. Een triomftocht zou hem door Moskou voeren, waar een duizendkoppige menigte hem toejuichte.
De huldiging had ook een officieel gedeelte. Hij werd ontvangen door de regeringsleiders, uitgeroepen tot held van de Sovjet-Unie en kreeg de daarbij behorende onderscheidingen. Gagarin maakte een triomftocht door verschillende landen. Een van die landen was Cuba. Weer of geen weer, het protocol moest worden afgewerkt. Een bezoek aan Engeland. Opvallend is het nummerbord. Yuri Gagarin nummer 1. Het leven van Yuri Gagarin eindigde op 27 maart 1968. In dit bos stortte hij neer met een straaljager. Het was tijdens een gewone oefenvlucht. Yuri Gagarin. Een naam die geschiedenis heeft gemaakt en die we niet licht zullen vergeten. Some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Historische woorden van president John F. Kennedy in mei 1961. Het Amerikaanse antwoord op de Russische ruimtesuccessen was een serie bemande maanvluchten uit het Apollo-project. Systems are looking good going around the corner. We'll see you on the other side. Over. Roger. Everything looks okay up here. Roger out. Roger, Eagle, send dock. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger. Good. Roger, Neil. We got a, if you give us poo and data, we got the loads for you. Forward. Forward. That's 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Fake shadow. Four forward. Four forward. Drifting to the right level. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Thank you. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just checked, getting back up to that first step. That hasn't collapsed too far. Roger, we copy you. Pretty good little jump. I'm going to step off the limb now. Ook de Amerikanen hadden nu hun held. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Op 21 juli 1969 zette Neil Armstrong de eerste stap op de maan. Er zouden in totaal 6 bemande maanlandingen in het Apollo-project worden uitgevoerd. De afscheidstekst bij de laatste maanvlucht was... Proceeded. 3, 2, 1. Ignition. Run away, Houston. Dankzij een camera op de maanauto kon het opstijgen voor de terugtocht worden gevolgd. Het onderstuk van de maanlander diende als lanceerplatform. Het bovenstuk steeg op. In een baan om de maan koppelt dit deel aan de Apollo-capsule die tijdens de maanlanding om de maan was blijven cirkelen. Uiteindelijk komt alleen deze Apollo-capsule zelf terug op de aarde. Het andere deel werd onderweg weer afgestoten. De beroemde splashdown in de oceaan was een wat primitief einde van de geavanceerde maanvluchten. En de flags are waving en de cigars are being lit up. Project Apollo werd opgevolgd door Skylab. Een laboratorium gebouwd uit overgebleven tankonderdelen van een Saturnus-raket. 3 maal is het laboratorium bemand geweest door telkens 3 astronauten. In Skylab hebben de Amerikanen veel ervaring opgedaan met de status van gewichtloosheid gedurende langere periodes. De langste was 3 maanden. Er werden veel experimenten gedaan, zowel binnen als buiten. Een belangrijk onderdeel van het project waren telescopen die op de zon waren gericht. De belichte films werden tijdens wandelingen in de ruimte verwisseld. T-minus 15 seconds. Het volgende grote project in de Amerikaanse ruimtevaart was de Space Shuttle. De eerste lancering vond plaats op 12 april 1981, precies 20 jaar na de vlucht van Yuri Gagarin. Het leek allemaal routine te worden, tot deze lancering, de 25e op 28 januari 1986. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go and throttle up. Tot verbijstering van de duizenden genodigden explodeert de Challenger 72 seconden na de lancering. 7 astronauten, onder wie de lerares Krista McAuliffe, komen om het leven. In
In de Sovjet-Unie wordt intussen wel ruimtevaart bedreven, maar men bereikt daar niet de spectaculaire hoogtepunten waarop NASA scoort. De Russen werken op hun eigen conventionele manier, maar wel met een zeer betrouwbare technologie. Bij Kourou in Frans-Guyana ligt de basis voor lancering van de Ariane-raket. Deze raket wordt gebruikt door de sterk opkomende ruimtevaartorganisatie ESA, het European Space Agency. Van een organisatie die zich bezighield met wetenschappelijke satellieten, groeide ESA uit tot een toonaangevende ruimtevaartautoriteit op tal van gebieden. De eigen Ariane-raket is nu marktleider in de wereld. Opkomend als ruimtevaartnatie is Japan. Japanse astronauten trainen in gewichtloosheid die wordt bereikt in een vliegtuig. De Japanners ontwikkelen krachtige raketten en zullen zeker een actieve rol gaan spelen in de bemande ruimtevaart. Ook in veel andere landen is de ruimtevaarttechnologie een onmisbaar stuk gereedschap geworden. In China bijvoorbeeld worden Amerikaanse satellieten gebruikt om onderwijsprogramma's te distribueren. Op dit ogenblik zijn er in China al 15.000 satellietschotels waarmee deze programma's opgevangen kunnen worden. Meer dan 2 miljoen Chinezen zijn al via de satelliet bijgeschoold. En daarmee zijn we dan weer terug bij het uitgangspunt van deze serie. Onderwijs via de satelliet is namelijk ook een van de resultaten van 35 jaar ruimtevaart. Net als het onderzoek naar de verschillende hemellichamen. Na de lancering van de Hubble-telescoop, een telescoop die buiten de dampkring een baan om de aarde is gebracht, heeft dit onderzoek veel nieuwe gezichtspunten opgeleverd betreffende ons zonnestelsel en de planeten. Daarom is de volgende aflevering een uitstapje naar ons zonnestelsel.